Pepijn van der Zanden is aangeschoven. Lichtontwerper, technicus, werkzaam voor onder andere de Analogs. Klopt. Zeg ik dat goed? Wat is de Analogs? Dat is? De Analogs is heel onerbiedig gezegd een Beatle coverband. Alleen coverband dekt de lading helemaal niet. Ze hebben zich ten doel gesteld om alle live albums, of alle studio albums van de Beatles, die zij zelf nooit live gespeeld hebben, omdat ze in 66 stop zijn met live optreden. Ja. De Analogs hebben zich ten doel gesteld om die albums zo authentiek mogelijk live te spelen. Ze zijn eigenlijk beter dan de Beatles. Sommigen zeggen van wel, ja, absoluut. Ja. Pepijn, jij komt uit Os. Klopt. We hadden het net even over toch een beetje in het epicentrum. Waar mensen misschien nog gevoeliger zijn voor de naweeën. En iedereen wel iemand kent die geraakt is door deze crisis. Zeker. Hoe is het voor jou nu daar? Het is hartstikke zonnig. Dus ik zit ontzettend fijn achter in mijn tuin. Ik doe meer dan ooit boodschappen. Want ik doe boodschappen ook voor mijn schoonouders die in de risicogroep vallen. Ja. En dan merk je gewoon dat het mensen proberen 1,5 meter afstand te houden. En proberen een beetje hun dingen te doen. Maar er is wel angst. En dat begint nu wat minder te worden. Het wordt wat rustiger en zo. Maar het leeft wel heel erg in Brabant. Nou bij jou hakte het er ook in deze crisis. Want als lichtontwerper, technicus, ligt je werk natuurlijk ook gelijk stil. Op het moment dat er geen voorstellingen meer zijn. Hoe heb jij die maanden doorgebracht? Ik heb de eerste paar dagen een beetje verbaasd thuis gezeten. Zo van, wat nu? Ja. Wat gaat er nu gebeuren? Veel van mijn collega's en ik dus ook, ons werk stopte per direct. Ik mis 90% van mijn inkomsten de komende maanden, omdat er gewoon geen werk te doen is. Ik heb ineens allemaal klusjes gedaan in de tuin en de poort doet het weer goed. Ja, het huis ziet eruit als nooit tevoren, dingen. Maar... En op een gegeven moment waren er ook dagen bij dat ik me ontzettend eenzaam voelde. Ja? Hoe komt dat? Nou, ik ben erachter gekomen dat mijn sociaal leven in Os is eigenlijk heel klein. Dat is mijn familie. Ondanks dat ik er al mijn hele leven lang woon, is mijn sociale leven is ook mijn werk. Ja. Mijn vrienden, mijn kennissen, mijn vijanden, ze zitten allemaal in mijn werk. Ja. En dat is me dus nu door deze crisis ontnomen. Want nu, deze actie is ook bedoeld om iedereen even samen te brengen. Hè? Absoluut. Waar we waren natuurlijk allemaal hele kleine eilandjes van in een hele grote zee. Dat gebeurt dus eigenlijk toch nog vrij weinig. Hè? Wat ook logisch is, iedereen is bezig met zijn dagelijkse realiteit. Ja. Maar dat we ons verbonden voelen als... sector. Nou, dat is natuurlijk ook het probleem van onze sector. Kijk, ik denk dat ik 60% van mijn werk zit in het theater. Een theaterdier in hart en nieren. 40% ben ik bezig in de evenementen en de corporate events. Wat natuurlijk ook allemaal stil ligt. Ja. En dat zijn allemaal een soort families zijn dat. Die zie je nu niet. Dus ik ben ook op een gegeven moment begonnen om gewoon per dag één iemand uit mijn adressenlijst gewoon te pakken en te bellen en te zeggen van, hoe is het met jou? Of even facetimen met mensen, dat je toch weer even die gezichten ziet. En dat is fijn. En op een gegeven moment verwatert dat dan weer, omdat je gewoon met de dagelijkse dingen in huis bezig bent en te druk met boodschappen bezig. Nou en aan het denken bent, hoe ga ik in de toekomst mijn werk vormgeven? Absoluut. Ik heb een paar langer lopende projecten waar je dan nog zo wat ontwerp en tekenwerk en vergaderwerk voor hebt. Ja. Die zijn ook allemaal weer een half jaar uitgesteld. Dus dan heb je het over World Expo Dubai, wat nu een jaar later wordt, waar we met het project bezig zijn. De Analogs. Nou ja, de tour in Duitsland, oktober, november, is nog niet gecanceld. Maar of dat doorgaat, niemand weet het. Grote onzekerheid. Absoluut. Nu heb jij het logo van zo'n actie ook op jouw Facebookpagina gepost. Hè? Ja. En heb je ook gevraagd aan collega's om erop te reageren of om een bijdrage te leveren? Ik heb een hele simpele post gemaakt van, ik ga dinsdag aan tafel zitten bij deze actie. Namens wie mag ik een handtekening zetten? En heb je veel reacties gekregen? Ja, heel veel reacties. En dus ook van acteurs tot creatives tot technici in de breedste zin van het woord. Iedereen
heeft zoiets van, maar namens mij ook. En ik wil, zet mijn handtekening ook maar erbij. En goed dat je dat doet. En, dus het begint absoluut te leven. En wat zeggen ze zo? Ik bedoel, waar maken zij zich druk over? Wat willen ze graag kwijt? Nou, ik krijg niet echt berichten erover. Er zijn maar een paar mensen die bellen van, maar wat ga je dan doen? Ja. En de meesten die geven een duimpje of een handje of ook namens mij. En natuurlijk, jij wel. En dus allemaal enthousiaste berichten. Ik denk dat een heel groot gedeelte van mijn collega's zit gewoon met de handen in het haar. Ja. Omdat er grote onzekerheid is over waar moeten zij in godsnaam hun inkomen vandaan halen. Ja. Nu heb jij, zeg je ook nog staan, een aantal projecten zo in die toekomst met potlood in de agenda. Hè? Ja. Daar kan nog met van alles mee gebeuren. Ja. Hoe ga jij die tijd doorbrengen tot die momenten daar zijn? Ik ben in de gelukkige omstandigheid dat mijn vrouw een fulltime job heeft. En ik ben daar nooit zo mee bezig geweest. Maar de afgelopen weken hebben we elkaar meerdere malen diep in de ogen gekeken. Hoe gaan we dit doen de komende maanden? Voor het eerst van mijn leven heel diep in het huishoudboekje en de begroting gedoken. En uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat ik de afgelopen jaren misschien wel te hard heb gewerkt. En dus een buffer heb opgebouwd. Dus ik ga tot het einde van het jaar, zeg maar, met mijn gezin niet failliet. Ik heb wel in de eerste paar dagen ook overwogen, misschien moet ik wel een heftruckchauffeur cursus doen en me nu bij een uitzendbureau gaan aanmelden als heftruckchauffeur. Ja. En toen zei mijn moeder, je bent gek dat je dat gaat doen. Ik zeg, ik heb een veel beter verdienende baan. Hij zegt, je bent al heel lang van plan om je huis te gaan verbouwen. Waarom ga je niet gewoon projectleider worden van je eigen verbouwing? Ja. Nou ja, dus dat je bespaart, is eigenlijk, je kan ook geld besparen. Exact. In deze, proberen om te besparen in planningen en inkopen. Nee, en precies, en ik hoor ook van veel mensen. Hè, ik bedoel, je wil ook heel graag je talenten. Natuurlijk, we kunnen ander werk verrichten als nood aan de man is. Maar je wil ook heel graag je talenten gebruiken en benutten. Absoluut. Ik zou er niet aan moeten denken dat ik iets anders zou moeten gaan doen dan wat ik de afgelopen 20 jaar gedaan heb. Kan ik me heel goed voorstellen. En daar heb je heel hard voor gewerkt. Dus ik hoop dat het heel gauw weer oppakt. Dat al die potloodprojecten in ieder geval doorgang zullen vinden. Namens wie ga jij tekenen? Nou ja, alle freelancers om mij heen. Ja. En dat zijn er dus inmiddels 257 geworden. En die hebben gereageerd. Die hebben gereageerd. Staat allemaal genoteerd voor de notaris. Ja. En die ja. zetten we op de teller. Ja. Pepijn, dank je wel. Ja. Mag ik nog iets zeggen? Ja? Ik heb mogelijkerwijs een oplossing voor het dilemma waar we in zitten. Dat we niet aan de gang kunnen. Ja? Het probleem waardoor we allemaal thuis zitten is dat het publiek is ons ontnomen. Ja. Heel kort gezegd, zou het niet goed zijn als de overheid een genoeg publiek garantiefonds instelt. Waarbij de theaters aanspraak kunnen maken. Zodat als er te weinig publiek is, doordat ze niet mogen komen of niet kunnen komen, toch die voorstellingen door kunnen gaan. Op het moment dat zij namelijk aanspraak kunnen maken en hun kosten kunnen dekken, kunnen zij voorstellingen inkopen bij producenten. Kunnen producenten mij inhuren om een voorstelling te maken. En kan ik weer doen wat ik het liefste wil doen. Theater maken en mensen raken. Ik vind het een heel goed punt. En ik vind het zeker dat we, als we alles verzamelen qua ideeën wat hier is aangebracht, dat dit soort zaken daar duidelijk in opgenomen moeten worden. Dank je wel. Heel graag gedaan. Zet je naam op het bord. Namens al die mensen. En heel veel succes. Dank je wel. Dank.